Reddingsbrigades langs de Waal houden hun hart vast. Ze vrezen voor meer doden als er geen extra surveillances komen. Goedenavond en verder. Ze is al Nederlands kampioen tijdrijden, Annemiek van Vleuten. Maar pakt ze ook de nationale titel bij de wegwedstrijd in Montferland. En bewoners redden een oude school van de sloop en maken er eigenhandig appartementen van. De reddingsbrigades in Tiel en Nijmegen willen meer gaan surveilleren langs de rivieren om te wijzen op de gevaren van zwemmen in de rivieren. Deze week verdronken 3 zwemmers. De reddingsbrigade Tiel ziet daarom de komende zomer met grote zorgen tegemoet. Ja, de afgelopen maand is het in principe 3 keer, eigenlijk 4 keer is het fout gegaan. 3 keer in de Waal. Dus dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan hou ik mijn hart vast de toekomst inderdaad. Tenminste de komende zomer als het mooie weer wordt, mensen vrij krijgen en dergelijke. Zwemmen in de rivieren wordt steeds populairder, maar de gevaren moeten niet worden onderschat. Ja, heel erg link. Kijk, wat mensen niet in de gaten hebben is de manier van stromingen in de Waal. Stromingen die door de schepen komen, door de beroepvaart. Dus ja, dat zijn mensen frisse dreigen daarin helaas. Daarom wil de reddingsbrigade Tiel meer gaan surveilleren. Volgens de brigade is dat dé manier om zwemmers alert te maken. En ik ga vanuit onze vereniging zullen we inderdaad wel gaan proberen om vaker te gaan oefenen. Dan wel aanwezig te zijn om inderdaad de mensen te gaan wijzen op hun gevaren. Probleem is wel dat meer surveilleren alleen kan als er geld tegenover staat. Want alles wordt nu door de brigade zelf betaald. Ja, betalen we uiteindelijk allemaal zelf inderdaad. Dus inderdaad, financiering is er eigenlijk niet echt. Dus daar loopt Nijmegen nu ook tegenaan. Het is allemaal vrijwillige basis inderdaad. En wil je wat meer gaan doen en wat kosten gaan maken, dan moet erin betaald worden. De reddingsbrigade in Culemborg is juist tegen surveillances. Die zouden zwemmers ten onrechte het idee geven dat er veilig gezwommen kan worden in de Waal. In Culemborg willen ze daarom alleen ontmoedigen om in de rivier te gaan zwemmen. Annemiek van Vleuten kon vandaag haar 2e nationale titel binnen enkele dagen veroveren. De 34-jarige wielrenster uit Wageningen werd woensdag al Nederlands kampioen tijdrijden op het parcours in Montferland. Het zou vandaag in de wegwedstrijd niet meevallen om weer het rood-wit-blauw te veroveren. In Zeerenberg bij de finish staat verslaggever Steven Ophoff. Ja, ze zijn net gefinished, hè, de vrouwen, Steven. Hoe staat het ervoor? Nou, de race is uiteindelijk gewonnen door Chantal Blaak. Chantal die zat in een kopgroep. Ongeveer halverwege de wedstrijd ging die kopgroep er vandoor. Annemiek van Vleuten die zat de hele tijd wel attent voorin. Maar die gokte eigenlijk op een ander wiel. Ze probeerde nog wel dichterbij te komen. Maar het is uiteindelijk niet gelukt. Ze had natuurlijk ook maar geen team waar ze op kon leunen. Ze was in haar eentje. En aan het einde ja, dan was ze toch wel teleurgesteld. Ja, ik heb gereden volgens mijn tactiek en ja, dat is wat ik van tevoren voorspelde. NK is mijn minst favoriete koers van dit jaar. Het is altijd een beetje een raar koers. Geef mij maar Ronde van Vlaanderen met ploegen en andere koers. Maar het is wel een hele mooie trui, dus wat dat betreft ben ik er altijd wel heel graag. Maar helaas. Ja, eerder op de dag was er een Gelderse winnaar, hè? Ja, dat klopt, Sonja. Want eerder op de dag hadden we de beloftewedstrijd. En die werd eigenlijk alweer gewonnen door Fabio Jacobsen uit Heukelum. Die hem vorig jaar dus ook won. De nieuwe Nederlandse kampioen. Fantastisch. Hier is Fabio Jacobsen met Stef Krul als tweede. Ja, vorig jaar won ik een sprint. Was ik de rapste. En ik denk dat ik dit jaar hier gewoon bij de sterkste van het deelnemersveld hoorde. Ja, en dan moet je iets anders koersen en dat is goed gelukt. Steven en Zierenberg, dankjewel. Ja, dan blijven we nog even bij het wielrennen. Want tijdens de toertocht Jan Janssen Classic zijn vanmiddag meerdere wielrenners gewond geraakt. Op de postbank en bij Beekbergen gingen 2 fietsers onderuit. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook bij de verzorgingspost in Arnhem kwamen wielrenners met schaafwonden binnen. Zij melden dat het onderweg verraderlijk glad was. Mogelijk doordat er na lange tijd de droogte eindelijk weer regen is gevallen. Gered van de slopershamer dankzij een groep particulieren. De historische Loerdenschool in Nijmegen. Vandaag begint de bouw van 17 woningen. En zo krijgt het gebouw uit 1927 een tweede leven.
Oké, er is een slopershamer, maar het gebouw zelf blijft wel behouden. Ja, we hebben de sloop van het gebouw weten te voorkomen. Een gebouw uit 1927, Amsterdamse school. Een prachtig gebouw wat anders gesloopt zou worden. En het staat op de lijst van cultureel erfgoed van de gemeente Nijmegen. Een projectontwikkelaar komt er niet aan te pas. Slopen doen de bewoners zelf en een architect en aannemer hebben ze ook zelf gevonden. Ja, want dat kunnen we makkelijk zelf. Wij zijn zelfs in denken dat we dat zelfs beter kunnen, omdat wij de tijd nemen om naar onze eigen wensen te luisteren. Zo kan ieder zijn eigen appartement volledig naar smaak inrichten. Hier komt mijn keuken en dan komt hier een eiland. Een keukeneiland. Een keukeneiland. Zo. En daarnaast komen er een gemeenschappelijke woonkamer en logeerkamer en ook de tuin wordt gedeeld. Is het dan een woongroep? Nee, het is geen woongroep. Ons motto is wat goede buren voor elkaar doen. Dus je woont zelfstandig, maar je bent wel betrokken op elkaar. En juist door die betrokkenheid en doordat alles gelijkvloers wordt, hopen de bewoners hier tot in lengte van dagen te kunnen blijven. Hoe vindt u het nou, gaan wonen in een oude school? Ja, helemaal geweldig. Ik kom uit het onderwijs en ik eindig in het onderwijs, zullen we maar zeggen. Ja. Neefjes van mij hebben allemaal nog in deze school gezeten. Wat leuk zeg. Ja. U zit straks op de plek waar uw neefjes hebben leren lezen en schrijven. Absoluut, die willen dan ook absoluut komen kijken. En die zullen dan vertellen van welke leraar ze toen les hebben gehad. Het is sportief, het verbroedert en we doen het steeds meer. Wandelen. Fris in de natuur, gezond. Lekker. Trainen voor Nijmegen. Straks de Exodus wandeltocht in Huissen. Marktkooplui in Apeldoorn vrezen inkomsten mis te lopen door de komst van Sirius Request eind dit jaar. De 13e editie van het glazen huis van 3FM wordt op het Marktplein gehouden, waardoor de markt moet verkassen. De marktkooplui zijn bang dat een andere locatie minder klanten trekt. De gemeente Apeldoorn en het marktbestuur zijn nog met elkaar in gesprek over de meest geschikte locatie. Er komt een landelijk registratiesysteem voor spermadonoren. En daarmee moeten fouten, zoals recent bij het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem, worden voorkomen. Door een landelijk systeem op te zetten, wordt voorkomen dat een donor in één regio al het maximum van 25 kinderen heeft, elders in het land verder kan gaan met doneren. Ook voor individuele spermabanken wordt de controle met het nieuwe systeem beter. Bij het Rijnstaten bleek in zeker 15 gevallen dat het zaad van één donor vaker was gebruikt dan mag. Bij een survival run denk je aan het bos en modder, maar in Elburg is de Rambo Run vandaag gehouden in de binnenstad. Over een route van 5 kilometer door de historische binnenstad en de haven van Elburg moesten de deelnemers vandaag 35 hindernissen nemen. De Rambo Run was dit jaar voor het eerst uitverkocht. Er waren 750 deelnemers. Met de gratis app van Omroep Gelderland bent u altijd snel op de hoogte van wat er bij u in de buurt gebeurt. Download hem nu. Denk je aan Barneveld, dan denk je toch vooral aan dat Veluwse dorp dat bekend staat van de kippen en eieren. Maar als het aan een groepje enthousiaste Barnevelders ligt, moet dat veranderen. Want Barneveld heeft ook een geschiedenis met Jan van Schaffelaar. De ruiteraanvoerder sprong precies 535 jaar geleden van de Oude Kerk om zijn manschappen te redden. Zo werd in Barneveld het Jan van Schaffelaarjaar geopend. De huursoldaat werd precies 535 jaar geleden onsterfelijk doordat hij van de toren sprong om zijn manschappen te redden. Jan werd een held en dat mag best wat meer aandacht vinden ze in Barneveld. Ja, we hebben natuurlijk hier de kippen en de eieren, dat is al algemeen bekend in Nederland. Maar Jan van Schaffelaar is ook echt wel een icoon van Barneveld. Hij hoorde bij de kabeljauwen, er waren twee groepen in die tijd, de hoeken en de kabeljauwen. En hij vocht voor de kabeljauwen tegen de hoeken en daar kreeg hij voor betaald. Ja, eigenlijk een hele gewone huursoldaat dus. Hij was een hele gewone huursoldaat en later hebben we er een held van gemaakt, maar het was eigenlijk een hele woeste, ruige man. Maar woest of niet, Jan van Schaffelaar is misschien wel de grootste held van Barneveld. En dat gaat gevierd worden. Jan van Schaffelaar is iemand die zich heeft ingezet voor de medemens. Die staat voor trouw, moed en opofferingsgezindheid en loyaliteit. En dat wil in de gemeente Barneveld graag uitdragen. Daar! Daar zitten ze! Het hele jaar zijn er nog activiteiten in het jaar van Jan van Schaffelaar in Barneveld.
Wandelen is in ons land de meest populaire vrije tijdsbesteding. Nog nooit waren er zoveel wandelaars als nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Wandelbond Nederland. En daarmee is wandelen een echte hype aan het worden. En dat weten ze ook in Huissen. Daar is vandaag de 7e editie van de Exodus-tocht gehouden. En er was animo genoeg. Iedereen die ook maar een beetje kan lopen is welkom bij de tocht. Door de wijde omgeving van Huissen zijn routes uitgezet van 5 kilometer tot 42 kilometer voor de diehards. En ook al is de Exodus niet zo'n groot evenement als de Nijmeegse Vierdaagse, het enthousiasme is er niet minder om. Wat is er leuk aan? Fris in de natuur, gezond, lekker. En hoe is het met je, om met je opa te lopen? Ook best wel leuk. Lekker gezellig praten. Waar praten jullie over? Allerlei dingen. Mogen wij niet weten? Nee. Overigens merken ze in Huissen ook dat steeds meer mensen de wandelschoenen aantrekken. De voorzitter van het organisatiecomité ziet het aantal deelnemers elk jaar groeien. 7 jaar geleden begonnen we met een aftrap door Jan Terlouw met 460 mensen. En nu? Er zitten we rond de 1500, 1600. Paul Sanders is de kersverse directeur van de Wandelbond. Volgens hem groeit het aantal wandelaars enorm, omdat mensen zelf merken hoe gezond het is. En alles wat met gezondheid te maken heeft is hot. Voeding, natuur, bewegen. Wandelen is laagdrempelig. Je hoeft alleen maar een paar schoenen aan te trekken. Je gaat naar buiten en je ontdekt hoe fijn wandelen is. Aan de finish zijn de lopers vandaag met muziek onthaald. En daar werd iedereen alleen maar vrolijker van. Een 8. Een 9. Nou, de een is leuker dan de ander, hoor. Andere dagen, nee, hoor. Dus, voor mij wel een 9, ja. Nou, 8 dus. Nee, maar samenvattend is het inderdaad leuk. Ja. Geweldig, maar vooral met 4 van die mooie dames leuk erbij. Leuk vrouwen, leuke mensen ontmoeten. Ja, en wat het weer gaat doen, dat horen we van Britta van Gent. Ja, het was vandaag toch in één keer weer heel ander weer dan de afgelopen dagen. Met veel bewolking, af en toe ook wat regen of motregen. Het waaide stevig en het was een flink stuk frisser. De temperatuur kwam op sommige plekken zelfs niet boven de 20 graden uit vandaag. En dat was dus echt wel een omslag. Had alles te maken met een koufront. Deze kwam vanuit het noordwesten onze omgeving inzetten en bleef vandaag een beetje boven Nederland hangen. En ook Gelderland zat dus eigenlijk de hele dag onder de bewolking daarvan. Nou, af en toe viel daaruit dus wat nattigheid. De zon kwam er ook niet of nauwelijks doorheen. En vanavond en vannacht zal het niet anders zijn. Het blijft over het algemeen bewolkt met van tijd tot tijd een beetje lichte regen. Nou, onder die bewolking wordt het niet kouder dan zo'n 16, 17 graden. En ook morgen hebben we toch de hele dag nog te maken met die bewolking. Er zullen hier en daar misschien net een paar lichtere stukjes tussen zitten. Dus dan komt het zonnetje er misschien wat flats doorheen. Maar de bewolking heeft duidelijk de overhand. En af en toe valt er ook weer een beetje regen. Temperaturen daarbij van zo'n 19 à 20 graden. En dat in combinatie met er ook een stevige wind. Een westen tot zuidwestenwind. Of het algemeen matig. Een windkracht 3 tot 4. Nou, maandag pakt vervolgens toch weer een stuk zonniger uit en dan is het ook droog bij temperaturen rond 21 graden. Dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Daarna gaan we langzaam weer omhoog, 24 graden op dinsdag, met ook dan nog wel flink wat ruimte voor zon. Maar later op de dag toch ook al een paar buien. En dat buiige weertype zet de dagen daarna door, soms ook gepaard met onweer en uiteindelijk toch ook wel weer iets lagere temperaturen. Dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze site gld.nl en natuurlijk op onze app. Zometeen kunt u kijken naar Buitengewoon met Harm Edens. Ik wens u nog een fijne avond.